Mijn eerste gedachte was, jongens, het lijkt wel Napels aan de Noordzee. De gedachte die ik op 1 oktober met die enorme inval hier in het stadhuis ook had. Alleen het begint bijna beledigend te worden voor Napels en de Napolitanen. Volgens mij is het vooral het allerbelangrijkste dat de dader die dit heeft gedaan, want zo vind ik het echt, het is echt een crimineel die dit gedaan heeft, die moet worden opgepakt en worden opgesloten. Het gaat over iemand die daar kennelijk financieel aan de knoppen kon zitten om in de loop der jaren geld weg te sluizen. Nou, dat is heel pijnlijk voor een organisatie waar toch al veel andere integriteitsproblemen spelen. Ik denk dat het duidelijk is dat er een soort patroon lijkt te ontstaan hier op het stadhuis van niet integer handelen. En daar moeten we voor oppassen, want het is belangrijk dat we als overheid betrouwbaar en transparant zijn. Er zijn meerdere integriteitsschendingen natuurlijk geweest de laatste tijd. En dan is het schokkend elke keer dat er weer één boven tafel komt. En in dit geval gaat het om een miljoenenblunder die ook meerjarig nog is. Dus dat is wel gek dat het niet eerder is ontdekt.